Oké, ik ben nu al een paar minuten binnen bij opa Aad. En hij is dus zijn slang kwijt. Beste reizigers, goedemorgen. Klein beetje. Hartstikke koud water, maar het is natuurlijk niet bevroren. En dat scheelt weer krabben. En drie keer raden, te laat. Valt wel mee, 10 minuutjes. Even kijken hoe de kerk het opgelost heeft met het. Met de piano. De piano die we eigenlijk altijd gebruiken. Daar kunnen we nu niet bij, dus we hebben een keyboard neergezet. Maar we weten niet precies wat voor een en of dat wel goed gaat. Reis is mijn maandbudget een beetje op, maar ik heb nog statiegeld. Dus ik ga vandaag even boodschappen doen van statiegeld. Wel ja. Weekend of vijf weekend nog. Klein tasje met boodschappen. In ieder geval genoeg voor de komende dagen. En ik heb gewoon geld teruggekregen. Bijna 10 terug. Dus kan ik dinsdag ook nog een biertje drinken na het schaken. Zometeen op veler verzoek nog even langs opa Aad. Lang verhaal. Ik ga het proberen kort uit te leggen. Vorige keer dat ik daar was, was zijn raam stuk. Hij heeft een soort schuifraam en dat kon niet meer dicht. Nou, het is natuurlijk hartstikke koud. Dus binnen was het ook koud. En de verwarming stond ook aan. En nou goed. Afspraken gemaakt met de woningbouw om dat te regelen, dat te repareren. En ik heb gisteren even nagevraagd of dat gelukt was. Nog geen reactie, dus ik ga maar even langs. Nou ja, dus we kunnen het altijd, ik kan het altijd nog proberen. Geloof je het zelf? Nee. Nee, oké, dan is het goed. Oké, ik ben nu al een paar minuten binnen bij opa Aad. En hij is dus zijn slang kwijt. Ja, ik had hem in dat ding zitten. En met een ding met water. Dus dat waterding, dat zit in die tas. Want dat hele ding zet ik altijd in die tas als ik hem mee moet nemen. Maar dus ik zet die tas daar en die slang die zat er nog in. Dus ik heb die deksel over. Toen belde jij, denk ik. Ik zeg even niks. Nee. 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 Zo. Die heb ik even terug. Ga jij daar maar in? Wat is het dan? Heb je daar niet een beetje oud voor? Huh? Ik zeg, word je daar niet een beetje oud voor? Waarvoor? Voor die slang? Ja. Nee, dat valt wel mee. Als je hem blijkbaar al vergeet en rond laat slingeren. Nee, maar ik was hem. Ik had dat open gedaan om hem weer terug te doen. En toen belde jij waarschijnlijk. Jongen. Ik ben dit alles. Hij liep een beetje over. Ja, ik was ermee bezig. En toen ging ik jou. Goed, dat ga ik zo opruimen. Nou, geen slang maar water geven. Ja. Die moet hier staan.
Dat ga ik straks opleggen. Nou, weer veilig thuis. Wie had dat verwacht? Ik snap niet zo goed wat er leuk is aan een slang. Maar goed, dat moet je mij misschien ook niet vragen. Raam was wel gefixt. En dat was eigenlijk waar ik voor kwam. Net de eerste wedstrijd van het WK gekeken. Beetje in slaap gevallen misschien. Maar 2-0 voor Ecuador. Had ik helemaal goed voorspeld. Dus mijn zus staat nu bovenaan in het poeltje op te werk. Al weet nog niemand dat zij dat is. Dus niet door vertellen. Jullie wel bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi, elke dag vers. Om 5 over half 5. Tot morgen.